Een hele goede ochtend, middag, avond, maakt niet uit. Wij staan op het WK-parcours van 2023. Max en ik doen vandaag de intro. We gaan het parcours aflopen. We gaan even kijken hoe de grond erbij ligt, hoe het parcours erbij ligt. En natuurlijk andere dingen. We gaan Jens van der Poel ophalen. Hij is mede parcoursbouwer en hij zet alle stukken een beetje mee uit. Dus hij kan sowieso wat meer vertellen over het parcours. We staan nu voor de VIP-tent. Het is echt gigantisch. Het is nu zondag, nog 1 week tot de mannencross. We zijn benieuwd hoe alles erbij ligt en wij gaan jullie dit laten zien. Nou, ik ben Jens van der Poel. Ik doe elk jaar meehelpen met het opbouwen van het parcours van de GPR van der Poel. En ik ga proberen jullie iets meer te vertellen over het parcours zelf. We staan hier nu bij de start/aankomst. De Scheldeweg. Ze starten beneden de Scheldeweg. En dan rijden ze natuurlijk omhoog. Het is 4-6% stijgingspercentage. En dan moeten ze dus 10 keer omhoog klallen, of 9 keer. Dus dat is best wel pittig. Er is nu nog niet veel opgebouwd, maar hier komt dus later nog de jurywagen en het podium te staan. Dus dan zal het een stuk aangekleder uitzien in ieder geval. En natuurlijk ook de sponsorborden aan de zijkant. Kijk, we hebben jullie even meegenomen naar een goed gedeelte waar je goed kan zien dat de ondergrond vrij hard is. Hier fietsen we vaak ook zelf overheen. En altijd is het ook wel hard. Maar als het heel hard gaat regenen de komende week, wat ik eerlijk gezegd niet verwacht, dan kan het extreem gaan veranderen. Net zoals in 2014, het duel van Zendek Stibar samen met Sven Nys, was het hier heel erg modderig in het WK. Nu ligt er weer een brug in, waar je er langs drie kanten overheen moet. Aan die kant ligt ook nog een brug, dus er is best veel veranderd. Dit open veld, zoals jullie misschien kennen van tv, is er eigenlijk niks meer. Je rijdt er niet meer overheen, want je rijdt er nou helemaal omheen. Hier zal misschien veel publiek kunnen staan met grote borden en waarschijnlijk een scherm. Dus dit is wel veel veranderd. In het bos zien we ook al een paar veranderingen. Zoals je kan zien bij die bocht is het niet meer zo scherp naar beneden toe. We zullen zo wat beter langs lopen. Maar toch een aantal veranderingen. We gaan zo naar de grond kijken hoe deze erbij ligt. Zo, zijn we weer op het volgende punt wat veranderd is op parcours. Voorheen kwamen de renners mooi van daar af, wat jullie net zagen. Maakte hier een mooie bocht naar rechts en gingen weer verder. Maar nu ligt er iets anders bij. Gaan ze hier zo recht naar beneden en gebruiken ze nog iets extra's van het veld. Dus het zal weer extra uitdaging zijn, extra snelheid. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat verlopen tijdens de wedstrijd. Nou, we staan hier nog steeds bij de start. En achter de start vind je eigenlijk gelijk de eerste biertent. Voor supporters is het natuurlijk altijd wel leuk om iets te drinken of te eten. En je hebt eigenlijk een mooi overzicht over het parcours zelf, zoals je kunt zien. Als het echt druk is, zal het misschien iets minder overzichtelijk zijn. Maar je hebt alsnog wel een mooi uitzicht over het parcours. Dus een mooie plek in ieder geval. Zo, we zijn eventjes op parcours zelf gaan staan hier zo. En de grond ligt nu nog best wel veel gras en natuurlijk geen sporen. Maar als er veel over gereden wordt, dan zal het vast een snelle wedstrijd zijn. Maar we denken als het een beetje gaat regenen, dat het meer modder hier zou komen. Maar het is en blijft een zandondergrond, dus we denken dat het wel een vrij snelle wedstrijd kan gaan worden. Maar wie weet wat het weer gaat doen de laatste 2 weken voor het WK. Zo, we zijn even aangekomen bij de boom. En voorheen kwamen ze aan en gingen altijd kort langs de boom. Was altijd wel een technisch stukje wat vrij lastig was voor sommige renners. Maar helaas is deze uit parcours. Nu gaan ze juist een andere slinger maken hier achter mij. En gaan ze daarna naar de brug waar we het toen straks over hadden. Ja, nou, we staan hier nu in de pitstraat, de materiaalzone. Die is elk jaar hetzelfde op het hoogste veld van het parcours. Ze komen eigenlijk vanuit de start over de brug, vanuit de Scheldeweg. Maken ze hier een lus en dan komen ze hier eigenlijk al gelijk de materiaalzone in. En hier kun je natuurlijk je fiets wisselen en de mensen voor het materiaal die maken hem schoon. Of
ja, die repareren als iets nodig is of zo. Je ziet dat je erin komt. Dit is best wel een ja, losse ondergrond. Dus als je banden net iets te hard hebt staan, je wilt de bocht insturen. Want ja, voor de rest is het een vrij harde ondergrond. Kan het nog eens zijn dat je hier een kleine schoonheidsfout maakt? We staan nu bij het laatste onverhard stuk van het parcours. Je komt eigenlijk vanaf boven, maak je de lus naar de trap, kom je boven terug op de talud, rij naar beneden toe. De sporen liggen er nog van afgelopen jaren, dus het zal zo aangereden worden. De grond is hier ook vrij hard. Dit komt ook, want er een heel appartementencomplex naast gebouwd is. Dus dat betekent dat de grond gewoon goed en stevig is. Het linker is wel, dit stuk kan je goed rijden. Maar je draait vervolgens de weg op. Wanneer je banden wat nat zijn of het is een beetje glad, kan je toch snel wegglijden. Je moet gelijk kracht zetten om vervolgens heel de aankomststrook goed en hard te kunnen rijden. Deze strook loopt zo gemiddeld 4-5% bergop. Het valt allemaal wel mee. Het is niet overdreven stijl. Maar toch, wanneer je hier afkomt en je moet jezelf lanceren, valt het tegen om uiteindelijk bij de finish te komen. En dit gaan jullie ook zien bij het WK. Vroeger had je natuurlijk in 2014 een brug. Eén lange brug en er was hier geen talud of verhoging in. In 2017 of 2018 is heel die brug weggehaald. En de afgelopen jaren is het parcours natuurlijk gewijzigd. Maar in 2014 was het niet zo. En dit beeld laat ik eventjes aan jullie zien. Nou, we staan hier nu bij de kuil en ook gelijk de trappen van het parcours. Ja, de trap, 36 treden, noemen ze ook wel de Stairway to Heaven. Het is een pittige trap, best wel steil natuurlijk ook. En ja, dan moeten ze ook gewoon 9 keer omhoog. En dat gaat tellen op den duur. We zijn weer eventjes terug bij de VIP-tent, waar we ook begonnen zijn. Zoals je ziet, het is een en al technisch hier zo. Het is veel minder recht toe recht aan als dat het vroeger was. Ik ben ook benieuwd of dat de balken ergens gaan komen. Ik hoop het wel, want het is altijd wel een leuk onderdeel. En het kan spectaculair zijn, vooral voor de VIP-tent. Dus we gaan zien in de komende week of dat deze nog geplaatst zullen worden, ja of nee. Zo, ik heb eventjes gekeken naar het weer, want dat is natuurlijk best belangrijk. Komende week is er 1 à 2 dagen kans op wat neerslag. Maar over het algemeen is het wel 8 graden of warmer komende week. Dus we gaan zien wat dat gaat brengen. Of dat parcours veel gaat veranderen, dat weet ik niet. Dat zal er ook afhangen over hoeveel er overheen wordt gereden. En voor de rest... waar we nu staan, ja, het bolt allemaal niet zo goed. Maar dat komt ook omdat er normaal op het weiland veel koeien staan. Dus je kan er ook niet overheen fietsen. En daardoor zal het ook niet zo goed bollen. Zo, we staan op het aankomststuk. Ik sluit jullie video ook af. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om over het parcours te lopen. Om te kijken hoe het eruit ziet. De ondergrond ziet er goed uit. Het is vrij droog op dit moment. Dus ik denk ook niet dat het heel veel gaat veranderen. Het parcours is mooi opgebouwd. Ze hebben stukken gemaakt waarbij je met trainen alleen overheen mag rijden. En de stukken van de wedstrijd apart gehouden. Ze zijn hard bezig geweest om het parcours natuurlijk in orde te maken. Ik denk dat ze al 3-4 weken bezig zijn om alles een beetje uit te zetten. En de VIP-tent in orde te maken. Komende week gaan wij proberen een GoPro video te maken. Het is een beetje afhankelijk van de UCI. We weten niet of dit mag, maar druk zeker op de knop abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's. Daarnaast gaan wij waarschijnlijk als soort reporters door het veld heen lopen. Dan gaan we mensen interviewen, niet alleen renners, maar ook natuurlijk gewoon de normale mens. Wil jij in beeld komen en kom je ons tegen, spreek ons eventjes aan. Natuurlijk superleuk voor onze video. En dan zie ik jullie de volgende keer. Tot ziens!